U bent ook iets speciaals hier. Ik heb een pakje van hier aan, maar ik werk hier eigenlijk niet. Maar ik ben nu haar hulpje. Ik ben Annemie en ik ben het hulpje van kom, dat zijn de beste meisjes die je ooit al meegemaakt hebt. Is dat echt waar? Ja, de vriendschap. Dat kun je niet geloven wat dat is voor mij op het einde van mijn loopbaan. Dat vind ik het ergst. Dat ik nog zoveel moet afzien. Soms kan ik het niet meer aan. Hoe lang gaat het nog duren? Ik heb alles moeten achterlaten. Ik heb afgezien over heel mijn leven. Negen man. Gevangen gezien, honger, slagen, werken, zonder eten. Ongelooflijk. Als 20-jarige wat ik heb meegemaakt, dat kun je niet voorstellen. Ik was soldaat, krijgsgevangen. Dat is niet te beschrijven. Krijgsgevangen? 9 maanden. Kan ik zo'n boek over schrijven? In het kamp. Met 30 man slapen op een kamertje van 3 meter op 3. Met 30 man. 10 mensen beneden, 10 mensen op het eerste verdiep en 10 mensen op het hoogste verdiep. In een biestenwagen. 4 dagen en 5 nachten. En zo een stukje vlees en zo een stukje brood. Om beurt slapen, in onze schoon water en dat door het venster gegeten. Als 20-jarige, kun je dat voorstellen? Onmogelijk. Ongelooflijk. Soms gaat het niet meer. En nu het einde, wat moet het gewoon? Ik weet het ook niet. Een dokter komt morgen. Mm-hmm. Met de kinderen. Om te bespreken. Wat het de laatste dagen zullen zijn. Ja. Zij zullen je dan doen. Om zo kort mogelijk te maken. En zo comfortabel mogelijk. Ja. Hè? Ja. Zonder pijn. En dat is erg. Schrikkelijker.